Adriaan, je kijkt tevreden. Je gaat open vandaag, hè? Vandaag gaat het gebeuren. We gaan een klein beetje uit de wind staan. Ja. Kunnen we ook gelijk een beetje naar binnen kijken. Hey, maar na 10 jaar, zullen we het ongeveer op 10 jaar houden? 10 jaar, ja. Gaat deze open en je bent een andere frietkiosk dan een andere frietkiosk, toch? We hebben tijd gehad om erover na te denken. Ja. Heel goed ook. Het eerste wat natuurlijk heel erg opvalt, is deze enorme binten op de... Ja, het zijn eigenlijk verschillende rassen. Even kijken hoor. Hier Nicola Agia Bataat, dus zoete aardappel hebben we ook. Het is zo dat de klant die maakt de keuze, die wil uiteindelijk de aardappel hebben. Een stoofvlees erop of een cool chicken. En wij maken daar een mooi gerechtje van, zodat de klant tevreden is. Ja, dat is een bezoek aan Jeroen. We hebben alle mayonaise heeft Jeroen bijvoorbeeld zelf gemaakt. We samenwerken ook met Kale en de Bril uit Poes. Okay. Die hebben voor ons ook de recepturen bedacht. Jeroen die heeft wat aanvullingen weer gemaakt. En ja, eigen ketchup, eigen mayonaise, eigen tartaarsaus. Gewoon alle sausen. Alles is hier... Eigen gemaakt en alle conserveringsmiddelen. Ja. De sapjes zijn biologisch. Maar je verkoopt geen cola. Nee, geen cola. Maar ik begreep ook, en dat is natuurlijk, dat vind ik wel heel interessant. Je hebt ook niet heel veel snacks. Je hebt heel veel soorten kroketten. Ja, we hebben meerdere kroketten en voor de rest geen snacks. Nee, geen frikadellen. Terwijl dat. Dat vragen natuurlijk wel heel veel mensen straks te doen, maar ook een frikadelletje speciaal. Dat moet wel even uit de hoofden. Ja, dat doe ik wel. Maar dat is een bewuste keuze, neem ik aan. Want... Zeker. Ja. Ja, om uiteindelijk te kunnen onderscheiden moet je gewoon. Het mooiste weghalen. Het ziet er allemaal prachtig uit. Je gaat om 11 uur open zo meteen. 11 uur gaan we starten, ja. En dan vervolgens ben je dan 5 dagen in de week open, 6 dagen? We zijn 6 dagen open. Van 11 tot 8 avonds. En loopt er hier één meneer in een zwarte tenue. Is dat de specialist? De, ja, dat is eigenlijk de eindverantwoordelijke. Wij zijn voor ingevlogen. Wij zijn voor de meesters van de friet. Okay. Wij zijn een bedrijf wat dus ook frietzaken, ambachtelijke frietzaken begeleidt in hun opstart. En daarnaast ook de leverancier van de frituurolie, wat heel belangrijk is voor dit product. Maar waar gaan we jij nou het meeste zien, hier of in de viskiosk? Ik denk dat ik vooral ondersteunend ga werken. Ja, ja, ja. En, ja, het lijkt me vooral leuk om dit, ik zie dit ook wel groeien. Ooit eindig je nog eens als manager? Nou ja, zo is dat. Hey, dankjewel en heel veel succes hier zo. Ja, bedankt.